Op dit uitgestrekt plateau bij Humain heeft de Koninklijke Sterrenwacht in 1954 deze interferometer gebouwd. Dat zijn vele kleine telescopen samen. In deze richting hebben we 32 radiotelescopen, aan die kant hebben we er 16. En die 48 telescopen werken allemaal samen om een heel gedetailleerd beeld van de zon te maken. Toen we dit zijn beginnen bouwen in de jaren 50, waren we de enige ter wereld die zo'n grote set van telescopen had. De telescopen vingen radiogolven op die via een kabel naar de controlekamer werden gestuurd. Daar werden ze verwerkt door deze computers. Maar zo'n 20 jaar geleden werd het onderhoud van de site te duur en werd de werking van de telescopen grotendeels stilgelegd. Tout ce qui est sur le site, c'est un peu rouillé. Je dis, c'est peut-être un abandon. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur? Mais là, aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même des choses. Et pas n'importe quelle chose, c'est quand même des choses assez importantes. Voor het eerst is deze site 2 dagen open voor het publiek. Ook voor de kinderen zijn er workshops. Si on prend un filtre rouge sur un télescope, on verra pas la même chose que sur un filtre vert sur si on vise le soleil. Nu meten enkele nieuwe telescopen nog altijd de werking van de zon. Dat blijft belangrijk. Als er een grote uitbarsting gebeurt op de zon, kan het zijn dat bijvoorbeeld onze GPS'en verstoord zijn of onze radiocommunicatie. Dus het is belangrijk om de zon continu in het oog te houden en dat doen we vanuit deze unieke site.